Een hele goede middag, welkom bij deze nieuwe video. Ons koffierestaurantje is vandaag geopend. Momenteel is even wat, iets wat rustiger moment. Dus ik heb gezegd, ik snel mij eventjes nog naar boven, naar onze woonkamer. Eindelijk hier eens een beetje orde scheppen. Want eigenlijk, ja, als ik zo wat rondkijk eigenlijk in onze woonkamer, ik vind het niet meer echt super gezellig om nog eigenlijk hier s'avonds eventjes eigenlijk, ja, in een zetel te zitten. Want hier ligt gewoon overal rommel. Alleen maar rommel, rommel, rommel. Bijvoorbeeld in onze woonkamer ligt er een borstafkolfpomp op te laden. De babyfoon staat hier ook nog op te laden. En de babyfooncamera staat hier ook nog op te laden. Hier hebben we ook nog dit bijvoorbeeld liggen. Dat is dingetje hong ijs voorheen nog bijna een keer. Ook het parkje van onze Jules hebben we eraf gehaald nu. Maar we hebben hier zelfs nog altijd ons paasgerief hier nog staan. Dat kan natuurlijk ook niet. Dus ik heb gezegd van kijk, ik ga het eventjes hier in recordtempootje eventjes een beetje wat schoner terugmaken. Dat het toch wat gezelliger is om in onze woonkamer te zitten. En eigenlijk moet ik ook wel zeggen, onze Jules zijn speelhoek, die heb ik daarnet al een keertje onder handen genomen. Maar er staat nog altijd zo mega veel. Echt jong, als een verwend kind. Echt, en met die vervelende, hij speelt echt effectief ook nog wel met alles. Dus ik weet dat er ook zo heel veel mensen zeggen, maar kijk, misschien kan je beter zo nog een keer zo een keer een beetje afwisselen. Toen een keer dan dat, een keer dat, een keer dat. Maar ja, toch, ja, ik heb hier nu alles hier een beetje wat staan, wat ik echt wel heel moeilijk vind. En dat hij echt nog wel met bijna denk ik toch wel alles nog wel speelt. Moeilijk. Beslissingen maken. Maar even serieus. Onze Jules kan er zelf bijna niet meer bij. Eigenlijk als onze Jules erbij wilt, moeten we dit eventjes altijd aan de kant zetten zo. En dit, je zou denken, oh, dat is toch echt dan meer zo wat, voor wat, nog wat de kleinere baby's. Maar ik vind dit nog altijd leuk om onder te liggen als hij moe is. Dan kan hij toch nog altijd een beetje zich nog wat bezighouden, rustig aan zo. Dus echt helemaal wegdoen vind ik nu misschien nog altijd nog wat eigenlijk snel. Maar ja, maar als hij dus wel wilt eigenlijk spelen, dan zetten we dit opzij. En dan heeft hij wel weer ruimte natuurlijk. Maar toch, hij heeft heel erg veel speelgoed hier nog liggen. Dus misschien dat ook heel eventjes onder handen nemen. Oké, okay. Ik heb een beetje wat mispakt aan dus hier is dus eigenlijk wat een speelhoekje aan onze Jules. Ik heb al heel wat dingetjes weggedaan, maar ja, zo al die grote dingetjes die gebruikt hij toch nog wel. Dus met als gevolg van dat je eigenlijk niets als verschil merkt. Buiten dat er dus ja, een paar dingetjes weg zijn, dat zie je gewoon niet. Het lijkt nog net zoals daar straks eigenlijk. Oké, okay, maar ja, goed. Ik heb dus hier uit deze mand heel een paar dingetjes uitgedaan. Maar ja, je ziet het dus eigenlijk niet, hè. Ik vind het ook heel moeilijk om ook zo te beslissen van wat die daarvoor het niet meer recht eigenlijk mee eigenlijk speelt of wel of doet. Of. Dat is heel moeilijk, want ja, de ene dag speelt hij hier een keer liever weer al met eigenlijk een bepaald iets. De andere dag weer liever weer meer nog iets helemaal anders. Dus het is heel moeilijk. Maar ik moet wel zeggen, als ik zo nu binnenkom en in mijn woonkamer hier kijk, het valt al veel beter mee nu. Kijk, al ons paasgerief hier is weggehaald. Spultjes op onze trap zijn allemaal weg. Babyfoon is ook weg. Er staat nog wel een lepeltje en ook nog een glas dat ik nog wat moet opruimen. Maar in ieder geval, het ziet er alweer terug heel wat beter uit zo. Ik denk dat ik mij wel terug opnieuw iets wat meer thuis ga voelen op deze manier. Vooral altijd heel fijn. Hopla, water bij de plant. Ik vind het heel erg fijn als het zo opgeruimd is. Die heeft altijd toch wel best een goed gevoel. Dus, en het is ook nog extra fijn, want we krijgen vanavond bezoek blijkbaar. Voor alle duidelijkheid, ik wist het niet toen ik was begonnen met al het opruimen. Maar daarnet kreeg ik dus nog een berichtje van Maite. En zij stuurde daarnet van ja, is het goed als ik straks eventjes langskom naar het werk? En dat vind ik echt fijn. Dat is alweer bijna, denk ik, al bijna denk ik, een jaar geleden dat we haar nog een keer hebben gezien. Dus ik kijk er al naar uit. Even nog de andere plant ook nog water geven. Met een glaasje. Mijn camera is mijn beste vriend. Ik heb hem altijd bij. En altijd is hij bij al mijn belangrijke momenten. Mijn camera heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Jawel, ooit op 1 januari. Ah ja, dat is waar. Dan was die helemaal kapot. Lensfout. Maar dat is alweer een tijd geleden, hoor. Dat is ook
3 jaar. Ja, dus ik kan ook nagaan hoe lang dat deze camera al in ons bezit is en dat hij al trouwe dienst doet. Meer zelfs, de batterij doet het ook nog altijd. Hoe vaak heb je dat niet bij camera's, dat die batterijen kapot gaan? En dat komt omdat we hem dagelijks gebruiken, dagelijks dus ook opladen. En dat we daardoor die batterij, ja, die levensduur daarvan gewoon ja, steeds maar weer verlengen zeker. Ik denk eerder dat het een onstabiel laadschema ervoor zorgt dat je batterij kapot gaat. Of misschien zelfs helemaal niet. Is deze camerabatterij gewoon supergoed? Ik zou graag reclame willen maken, maar ja, dan vallen we weer onder heel strenge regels en zo in België. Dus dan maar niet zeggen hè, met welke camera dat we filmen. Als je het wil weten, dan moet je het maar eens een berichtje sturen en vragen. En dan antwoorden we er wel op. Maar zo kunnen we het dus allemaal niet meer zeggen. Er zijn heel strenge regels in verband met reclame op YouTube. Zelfs wanneer je geen bewust en wanneer dat je dus geen producten krijgt of geld krijgt voor reclame te maken, mag je het zelf eigenlijk niet meer vermelden. Ja. Dus je mag niet meer zeggen, ik vind dit of dat leuk. Ja, in principe, ja, je mag het mag niets meer reclame maken. Nee. Mag niet meer zeggen, dit merk waarmee dat ik golf, je moet het blurren, het merk. Ah. Want het zou onbewust, omdat wij ja, reclame zijn. Ja. Het gaat ver hoor, ja. Maar goed, kijk, we gaan ons daar allemaal niet te veel zorgen, druk om maken. Want als we ons over iedere regel en over ieder zaakje moeten druk maken, ja, dan zijn we binnen de kortste keer depressief. Ik vind dat wij heel goed regels toepassen trouwens. Ja, en we gaan nu genieten van een leuke avond. Kijk er aan naar uit. Gaan snel onze Jules ophalen bij mijn mama ja. nog. En dan kijk er naar uit. Maite komt op zoek en dan heb je hem gemist? Heel erg. Ik ook. Ja, echt waar, kijk er naar uit. Ik kijk er naar uit om hem in mijn armen te sluiten. Oh. En dan gaan we dus nu hem gaan halen. Kijk eens wie er hier terug is. Papa is jou gaan halen, hè? Bij oma. Ah, die ben je hier aan het klimmen, jij. Kleine deugniet. Boing! Vallen en opstaan. Zo is het leven in elkaar, hè? Ja. Kijk hem eens hier kruipen. Vlindertjes, hè, daar. Zie je ze? Vind je ze mooi? Het zijn mooi, hè? Ja. Oh, het is avond geworden. Kijk eens daar, onze kleine Jules ligt lekker bij mama. Zo zou ik ook wel bij mama willen liggen, eigenlijk, zo. Oh, je kom maar. Ah, yeah. One happy family. Ja. Yeah. En we hebben bezoek. Maite is er. Hallo. Hey. Maite heeft veel hoor. Maite heeft reiskanaal op Instagram. Just of niet? We reizen graag, net zoals jullie. Een blog. Zij en haar partner reizen graag. En heeft een haarstudio. Ja, extensions salon. Voilà. En wat nog? Buiten werken en reizen doe ik niks. Workshop. En eten. Workshops. Nee. Jawel, extension workshop. Ja, kappers op rijden. Zo ja. Nog daarnaast, zo nog, ja. Hè, dat je zo nog doet. Kijk eens en dan kom ik af en toe hier eens lekker eten. Hè. Ja, als je dan nog eens een gaatje vindt in uw drukke ja. agenda. Voor jullie drukke agenda. Maar ja. Vandaag had zij dus wel lekker eten mee voor ons. Lekkere sushi. Ja, dat is al op. Ja, dat hebben we niet meer kunnen vloggen. Heel erg lekker. Ja. En had ze niet moeten doen en dat eigenlijk. Dat is zo fijn ook, gewoon dat mensen, dat is echt tof, echt heel leuk. En ik lust ook alles. Het is de eerste keer dat er iemand eten voor u meebrengt zonder dat je weet wat het is. Ja. Omdat je zei dat je de moeilijke ja. was. Ja, Jenny ik ben zelf een moeilijke, dus ja. Ja. Jij wist heel goed wat dat zij lust. Ja. Ja. Ja, dus gelukkig hè. Echt supergoed, ja. Echt een heel hele, veel plezier. Hele goede een hele avond aangename verrassing. En dat is zo, als je dan echt zo'n goede avond hebt, dan vergeet even in de camera. Ik heb dat dikwijls gezegd. Eigenlijk, ook, het zijn twee momenten. De momenten wanneer dat je echt een supergoeie moment hebt, wanneer dat je echt niet meer denkt aan je camera, maar dat echt over de top dan meestal. Zo hebben wij vorige keer op het San Marcoplein in Venetië, was er een moment, ik kan het niet beschrijven, maar plotseling, dus dat was iedereen liep daar gewoon rond, en plotseling startte de band dansen. New York, New York van Frank Sinatra. Oh. En iedereen begon te dansen. Heel dat plein. Ik had dat nog nooit in mijn leven. Ik ben al vaker in Venetië geweest. Ook het San Marcoplein. Ook wanneer er muziek gespeeld wordt. Dat is vet. Maar iedereen was aan het dansen daar. Ik had het nog nooit meegemaakt. Alsof het een flashmob zou geweest zijn. Ja, en toen hebben wij niet gevlogd. Terwijl dat net zo'n iconisch moment was. Daar babbelen we nog heel vaak over. Ja, en daar babbelen we altijd. Dat is een blijvende herinnering. Dus maar, ja. De zaken die niet worden gevlogd zijn soms echt wel heel memorabel en wil dan zeggen dat we een goede tijd hebben gehad. Voilà.
Dat is iets, hè. Ja, daar snel over doen. Heel graag. Ja. Heel graag, ja. Wat was ik u nog aan het vertellen? Nog het andere moment wanneer jij de camera vergeet. Ah ja, ik heb nog een ander moment wanneer je de camera vergeet. Dus je hebt de goede momenten, maar je hebt ook de superstressie momenten. Dat wat, je eigenlijk ook sowieso zou moeten vloggen, maar dat toch niet zo, van komt. Als je zo aan de gate staat en je weet dat binnen 5 minuten je vlucht gaat worden. Voilà, dan neemt je de camera er niet bij, terwijl dat net de momenten zijn die je moet vloggen, vind ik. Of je komt terug van een dagje Parijs of zo en je vindt je auto niet meer terug. Dan begin je ook dus te stressen. Of had ik mijn auto nu wel dicht gedaan en hebben ze toch niet ingebroken in mijn auto? Dus die momenten, dan zit je ook bij zoiets, ik bedoel maar wat. Hè. Ja. En dat begint dan zo te malen in je hoofd. En wel, eigenlijk zou je de camera moeten aanzetten en je zou het even allemaal moeten vertellen. Het zou herkenbaar zijn, denk ik. Maar dat zijn dan ook weer de momenten dat je even niet denkt aan de camera. Nee. Zo van die stressie momenten. Of je bent aan het rijden met een auto en één keer denkt van, oei, ben mijn vliegtickets vergeten. Of zoiets. Niet dat dat een probleem is. Identiteitskaart vergeten. Ja, dat is een grote probleem. Heb je dat al eens gehad? Nee, jij? Jenny heeft het al een keer gehad, denk ik. Echt? Ja, Jenny heeft het al een keer gehad dat ze zo haar... 2 keer ooit. Ik ben ooit 1 keer eigenlijk een Belgisch identiteitskaartje, dus het kaartje vergeten nog in New York en nog in een kluis. Maar dat maakt eigenlijk weinig uit, want ik had dan toch nog een paspoortboekje. En nog een keer dat ik echt effectief gewoon thuis was, eigenlijk vergeten dat we nog geen uur zijn moeten hebben. Echt? En dan heb je nog een vlucht gehaald. Ik heb nog mijn vlucht gehaald, ja. Ja. Dat ik was ben daar niet... zo gefrikt in, dat ik zelf, als ik naar Europese bestemmingen ga, mijn reispas meepak. Omdat ik denk, als ik mijn gewone pas verlies, raak ik op die vlieger niet. En heb ik mijn reispas mee. En je krijgt een stempeltje, als je je boekje afgeeft bij de douane. Dat is ook wel leuk, hè. Zo. We hebben zo eens een paar illegale... Mogen we dat vertellen, of eigenlijk niet? Ja, van die illegale stempels. Mocht je daar zoveel in stellen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, dat was in Tokio waren we. En daar hadden zo bij bepaalde punten was er een soort van wedstrijd. En daar konden mijn stempeltje op uw kaartje laten zetten. Hele mooie stempels. Hele mooie stempels met icoontjes op en al. Maar ook allemaal Japanse letters. Dus konden we dat niet lezen. Maar het was zo mooi dat we zeiden, we hadden niks bij, behalve dat paspoortboekje. Dat we die stempels in ons boekje hebben gestempeld. Maar dat lijkt alsof dat van een reis stempel. Is. Dus dat zou zomaar kunnen, hè. Zo mooi maar, stempel. Maar achteraf dachten we in een keer van, wat nu als wij straks met die stempels door de douane vanuit Japan... En je hebt geen visa? Ook geen visum misschien aangevraagd voor dat? Jawel. Maar ja, wat als zij zeggen van, hé, maar met die stempels in uw paspoort wordt uw paspoort onheldig verklaard of zo, weet ik veel. We hebben er gewoon een stempelboek van gemaakt. Mag eigenlijk, denk ik niet. Geen officiële stempel. Maar ze hebben er niks van gezegd. Ze keken er wel een keer in. Maar ze hebben er niets van gezegd. Dag gedaan, meneer. Ja. En eenmaal dat je uit Japan bent, kent niemand nog die stempels van andere landen en dergelijke. Dus dan hebben we er geen probleem meer gehad. Maar even dan nog gedacht van, toen op het moment zelf waren we flink aan het stempelen. En pas achteraf dachten we van, oei, wat hebben we eigenlijk gedaan? Zalig. Ja, zijn ze van die zaken. Ja. Hè? Komt het tegen, hè. Bedankt om te kijken naar deze video. Heel graag tot morgen. Dan zijn we weer voor een nieuwe. En wat gaan we dan doen, schatteke? Hè? Vertel het eens. Morgen is het alweer onze laatste werkdag van deze week. Yay! Ik weet dat niet wat we morgen gaan doen. Het was vandaag ook een drukke werkdag. Een drukke dag. Morgen ook weer, als ik het zo zie qua reservaties. Maar ja. Komt wel goed. Tot morgen. Doei.